Ik heb een super goede dag gehad bij Hema. Ik ben nu onderweg richting de pont. Echt super goede dag gehad. Nu weer lekker richting huis reizen. En dan hopelijk rond een uur of zes thuis. Tom fietst daar verder op, want ik denk dat mijn fiets is gejat, maar ik weet het niet zeker. Dus ik loop nu naar de studio in de hoop dat hij daar staat. Maar ik kon hem thuis niet meer vinden, dus geen idee what happened. Nu snel die kant op lopen, want we hebben om 9 uur een shoot staan. Het enige voordeel dat mijn fiets is gejat is dat je deze views beter kan bekijken. We hebben een nieuwe fiets. Mooi opvallend. Zodat hij niet snel gejat wordt. Dus we hebben hier fiets gehaald. Tom is naar de kapper en die is wezen tenzij, maar hij heeft me opgesloten. En onze deur kan je zeg maar alleen via de buitenkant open doen. Dus ik zit opgesloten. De buurvrouw vroeg of ik even wat wou kijken. Maar helaas kan dat niet. Want ik zit vast. Lekker de warmtedeken aangedaan. Ik heb net een stukje op tafel gelegd. Nu vindt zij dat ook heel lekker om op te liggen. Wat niet zo gek is natuurlijk, want het is lekker warm. Dus ja, het edit wordt iets moeilijker, maar het komt helemaal goed. Ik krijg gewoon lekker met mijn armen over jou heen. En Tom had me dus per ongeluk opgesloten, maar de sleutelmaker komt zo meteen al gelijk. Dat is super fijn, want in principe is het niet een heel erg groot probleem. Meestal deden we hem niet vanuit binnen uit op slot. Maar dat kan, als het goed is, straks wel. Dus hij komt nu, volgens mij, ik weet niet precies hoe laat, maar hij komt in ieder geval deze kant op. Dus dan kan ik hem zo meteen binnenlaten en dan kan hij aan de slag. Morning, we zijn onderweg naar de studio en kijk hoe mooi het momenteel is. Die laag hangende mist er overheen, echt prachtig.